In deze foto wil ik het contrast veranderen van ik denk dat het kleurpotloden zijn van het gele kleurpotlood in het midden. En om dat te doen ga ik eerst een selectie maken op basis van kleur. En selecteren op basis van kleur, dat kun je met het aanpassingsfilter kleurtoon en verzadiging. En je vindt de aanpassingsfilters hieronder bij het zwart-witte bolletje en als je daarop klikt dan krijg je een aantal opties voor je neus waaronder kleurtoon en verzadiging. Er komt een filter boven je laag te liggen. En dat filter is hetzelfde als dat je gewoon de achtergrondlaag zou selecteren. En hierboven naar aanpassingen gaat bij afbeeldingen en dan kleurtoon en verzadiging. Alleen als je nu het filter toepast, dan wordt het gewoon ook meteen toegepast op de laag. En kun je later nooit meer terug. Nou, en we gaan het filter even als een hulpmiddel gebruiken. Want ik heb het dadelijk eigenlijk gewoon niet nodig. Maar ik wil een mooi masker maken van alleen de gele kleur. En klik je op het bolletje, dan staat er hier bij het venster Eigenschap eigenlijk hetzelfde als in het filter. En heb je nu geen venster Eigenschappen? Dat vind je hierboven bij Venster. En dan heb je daar Eigenschappen staan. Om alleen het geel te selecteren, moet je eigenlijk gewoon een kleine selectie maken. Je moet even aanklikken: van hé, hey, dit is geel, dit moet jij selecteren. En dan gaan we dat later verfijnen. Nou, en om een specifieke kleur te veranderen, kun je hier kiezen in plaats van origineel voor bijvoorbeeld de gele tinten. En ga ik nou met de verzadiging spelen, dan zie je dat ik eigenlijk alleen de gele tinten heb. Of, en ik reset het filter even, hier met het handje, als je daarop klikt, dan wordt je cursor een soort pipetje en kun je ook gewoon klikken. En dan zit je wederom in de gele tinten, maar zijn ze iets uitgebreider. En als je ze nou pakt, dan heb je nog steeds de gele tinten. Alleen het is niet perfect. Je ziet dat ik hierboven ook in het groen iets meepak. En ik pak niet het complete gele potlood mee. Dus dat gaan we veranderen. Wat ga ik allereerst doen? Ik ga allereerst even heel makkelijk laten zien wat je geselecteerd hebt. Nu staat de kleurtoon, de verzadiging en de lichtheid alle drie op 0. Er verandert dus niks. En als ik dit filter nu qua dekking verander, nu staat het namelijk op normaal, naar het verschil, dan zul je zien dat het allemaal zwart is. Nou, en hoe kun je dat filter veranderen? Een laag heeft bepaalde eigenschappen en standaard staat een laag op normaal. Maar je kunt hier bij de dekkingsmodus de dekking ook veranderen naar verschil. En je ziet hij is compleet zwart. En dat komt omdat dit aanpassingsfilter niks verandert vergeleken met de achtergrond. Het blijft allemaal nul en er verandert dus niks, dus alles is zwart. Gaan er nu wel dingen veranderen, dan zul je zien dat alleen de veranderingen zichtbaar worden. Dus wat ik daar straks geselecteerd had als geel. Dat zal uiteindelijk zo gaan worden. En alle dingen die ook die gele tint hebben, die staan er dus ook bij geselecteerd. En het is dus belangrijk dat we dat er niet bij hebben. En dat doen we in twee stappen. Dat kunnen we A. een klein beetje compenseren. En B. zal er een klein stukje handwerk bij moeten. En dat compenseren, dat doen we hieronder bij de kleurenbalk. Want deze kleurenbalk, die heeft eigenlijk gewoon twee dingen. Deze kleurenbalk is opgebouwd uit verschillende delen. De bovenste balk laat zien hoe je kleuren momenteel zijn, en de onderste kleurenbalk laat zien hoe je kleuren gaan worden. Als ik bijvoorbeeld de kleurtoon verander, dan zie je dat de onderste balk beweegt en dat de kleuren daarin veranderen. Daartussenin daar staat een uh, klein bereikje, en dat bereikje dat zijn dus mijn gele tinten. Dat is opgebouwd uit drie delen: het middelste stuk dat is 100% geselecteerd, en de twee buitenste stukken daar zit een verloop in. Dus ik ga een beetje spelen met bijvoorbeeld dat verloop. En je ziet dat eigenlijk gewoon de grenswaardes een klein beetje veranderen. En ik ga mijn selectie nog een klein beetje uitbreiden, dat ik iets meer geel heb. En in de groentinten ga ik het juist weer wat minder zetten. En ook het verloop aan die kant ga ik beperken. En je ziet dat mijn selectie eigenlijk al gewoon heel erg verandert. Als ik bijvoorbeeld de verzadiging eruit trek en ik zet de dekking weer terug op normaal, dan zie je dat we praktisch alleen maar de gele tinten hebben. Kijk weer even terug naar de modus verschil. Dan zie je ook dat we in het rode potlood het behoorlijk wat geselecteerd hebben. Nou, en helaas ben ik niet in staat om dat met dit filter op te lossen. Maar niet getreurd, dat kunnen we ook nog handmatig doen. Want in principe is dit eigenlijk wel een goede selectie van het potlood. Ik maak hem een klein beetje breder nog, want ik zie dat ik bovenop een randje van geel toch nog wel wat mis. Zo is hij iets beter. En ik focus me even op het gele potlood en niet op de rest. En de rest ga ik dus handmatig uitzetten. Nou, hoe ga ik dat doen? Ik ga om te beginnen gewoon eens een kopie maken van alles wat ik nu heb. Dus dit verschil, dit wil ik eigenlijk in beeld gaan brengen. En dat doe ik door alles te kopiëren naar een nieuwe laag en het daar allemaal op samen te vatten. En de sneltoets daarvoor is de Ctrl, de Alt en de Shift ingedrukt houden samen met de E. Je ziet, ik krijg er een nieuwe laag bij. En deze laag die bestaat in dit geval gewoon uit wat ik zie: een zwarte achtergrond met daarop een groen potlood. Nou, daar maak ik me op zich niet zo'n zorgen over. Ik weet dat ik de groene streep in het midden moet selecteren. En ik ga eigenlijk gewoon de rest met de kwast zwart maken. Zorg dat het zwart je voorgrondkleur is. En ga gewoon schilderen over de dingen die dadelijk gewoon niet geselecteerd moeten worden. Goed oppassen bij de randjes natuurlijk. En zo vind ik hem wel goed. Alleen hier kan ik dadelijk nog geen selectie op maken. Selecties bestaan uit zwart en wit, want ik ga dit gebruiken als een masker. En maskers bestaan uit zwart en wit. En wat wit is in een masker, dat staat aan. Daar heeft mijn filter dadelijk effect op. En wat zwart is, daar heeft het filter geen effect op dus ik moet dit omgaan zetten naar zwart-wit. Nou, dat kun je heel ingewikkeld doen, maar ook daar is een sneltoets voor en die heet ctrl Shift en U en dan haal je in één klap gewoon alle verzadigingen eruit. Alleen dit is niet zwart-wit. Dit is zwart-grijs. En om dat zwart-wit te maken, ga ik nog aan de slag met niveaus en dat doe ik met de sneltoets ctrl L en je krijgt dan niveaus voor je neus. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is hier het absolute witpunt gewoon naar links te schuiven en je ziet dat je gewoon een keurige selectie krijgt. En je drukt op OK. En je ziet ook dat er een aantal ja, vuiligheden tevoorschijn komen die ik daar straks niet goed heb uitgepoetst. Geen probleem, ga ik gewoon overheen verven. En ik ga dat gewoon netjes aanpassen. Zo klopt die beter. En hoe maak je hier nu heel eenvoudig een selectie van? Nou, dat kun je gewoon via het kanalenpaneel doen. En dat vind je in dit geval naast je lage paneel. En zie je je kanalen niet? Dan kun je hierboven nog bij venster naar kanalen gaan. En dan verschijnen ze ook. En je kanalen is eigenlijk even een losse voorstelling van het rode, het groene en het blauwe gebeuren in je foto. En ook de verzameling daarvan RGB. Als je nu de Ctrl ingedrukt houdt en je klikt op RGB, dan ga je eigenlijk alleen de witte tinten selecteren. En je ziet, er komen allemaal lijntjes om mijn foto heen, en dat betekent dat we een selectie hebben. En ga ik nu een nieuw aanpassingsfilter toepassen van bijvoorbeeld curve, dan zie je dat daar automatisch dat laagmasker bij komt. Zet ik even mijn filter uit en mijn tussenlaag ook, dan ga ik weer terug naar de oorspronkelijke foto, en daar helemaal bovenop ligt dus een aanpassingslaag van curve. En ga ik nu bijvoorbeeld in curve zitten, dan zie je dat ik eigenlijk alleen maar gewoon het gele potlood pak. En ook de structuur van mijn waterdruppeltjes blijven gewoon intact. En op deze manier kun je bijvoorbeeld met curve het contrast aanpakken. Of als je zegt van nou, ik wil, um, ik wil daar een helderheid- en contrastlaag op, dan kun je die ook maken. En je kunt heel eenvoudig gewoon dit masker doorselecteren door de alt ingedrukt te houden op het oorspronkelijke masker te gaan staan en dat naar. De nieuwe laag te slepen. Hij stelt de vraag of je het wil vervangen. Je drukt op ja en je ziet dat het masker daar is toegepast. En als ik dan naar het aanpassingsfilter ga en ik pas daar het contrast toe en ik verminder de helderheid, dan zie je dat het ook alleen effect heeft daarop. Dus in eerste instantie hebben we gewoon heel eenvoudig een kleur geselecteerd en dat hebben we omgezet naar een masker. En dan kunnen we vervolgens met de rest van de aanpassingsfilters heel eenvoudig alleen op dat doelgebied selecteren. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!